Oké, Dirk, gefeliciteerd met je overwinning. Het was echt hard werken daar op het podium, of niet? Ja, het voelde als werken, ja. Maar kijk, ja, je hebt al in eerdere interviews natuurlijk gezegd, je kijkt er niet heel positief op terug. Kan je nog wel iets uit deze wedstrijd halen? Nou, we zitten nog in het toernooi, dat is het positieve. En voor de rest, ik kan nou niet zeggen dat ik me geweldig voel en dat ik geweldig gegooid heb. Dat is gewoon niet waar. En ik ben de eerste die het zegt. Ja, en dan kijken we toch even naar die wedstrijd. Op welk moment dacht jij van, oh, ik kan Zujevic toch nog wel hebben, want je kwam natuurlijk met 1-0 achter. Was het gewoon het slechte spel van Zujevic dat jij constant doorhad van, ja, ik speel nu wel slecht, maar ja, ik kan nog wel gewoon deze wedstrijd winnen. Wat ging er door je hoofd Goed, heen? ik begin slecht en ik gooi 13 das tweede lek waar ik mijn derde pijl in ga. Dus ja, ik gooi mis 36, 140, 140, 177, één pijl. Dus ik had wel zoiets van, ik ben klaar voor een gevecht. Maar ik kreeg het gevecht niet. En ja, schijnbaar, ik weet niet of het daaraan lag dat hij het niet deed of dat het aan mezelf lag. Ik denk een combinatie van dat het gewoon niet ging. Ja, het is je debuut op de Grand Prix. Als Nederlanders zien we je eindelijk weer terug op tv. Voelt het toch wel goed om hier te staan? Ja, de kwalificatie was ik wel trots op. Doe ik 32 mensen mee. En als je naar mij kijkt, ik ben nummer 73 van de wereld. En de eerstvolgende die voor mij geplaatst is, nummer 45 van de wereld. Ja, je doet het wel goed als je hier aanwezig bent. Ja, Dus, dat heb je zeker ben je het laten mee eens zien. of niet? Ja, Dus, natuurlijk. pak een mee bril. Als we kijken naar de situatie die eigenlijk best wel kort voor jouw wedstrijd gaat, hè, met Steven Bunting die positief wordt getest en vooral Adrian Lewis natuurlijk. Heb je daar nog iets van meegekregen? Heeft dat jou nog effect op jou gehad? Natuurlijk, ik was aan het relaxen en in één keer komt mijn manager van je moet een half uur eerder gooien. Dus ik had nog een kwartiertje, 20 minuten om te relaxen en in één keer liep ik kwartier achter op schema. Dus ik ben in één keer snel douchen, interviewen, noem het maar op met RTL 7. En dan heeft al licht effect gehad op mijn voorbereiding. Maar ik weet niet of dat nou effect heeft gehad op mijn resultaat of niet. Nee, ja, het resultaat is winnen. Je staat in de tweede ronde. Ja, alsnog gefeliciteerd en ja, alle succes tegen Michael Smith of Dimitri van den Berg. Ja, dankjewel. Top. Man. Hoi.